voorkomen we dat jij vanavond weer een hele zak chips leeg eet? Dit is de Universiteit van Nederland. ...200 voedingskeuzes maken we elke dag. 200, dat hebben onderzoekers eens berekend. Dat is enorm veel. Gelukkig denken we ook niet over al die keuzes even serieus na. Een groot deel daarvan gaat eigenlijk zonder dat we er heel erg bij stilstaan, onbewust, automatisch. We reageren intuïtief of op basis van onze gewoontes. We hebben soms vuistregels als we keuzes maken. En heel vaak gebeurt het ook dat we onbewust reageren op prikkels in de omgeving. Misschien kent u dat u langs een bakker loopt en dan komt de geur naar buiten van vers gebakken broodjes. U gaat naar binnen en koopt daar toch wat, terwijl u eigenlijk aanvankelijk dat helemaal niet van plan was. In de wereld waarin wij leven, komen we heel veel van die prikkels tegen. We zeggen wel eens dat onze voedselomgeving de laatste decennia enorm veranderd is. Er is op veel meer plaatsen voedsel beschikbaar. Er zijn veel meer plaatsen waar voedsel verkocht wordt. Ik woon in een dorp in Brabant, in Rijen. Het is niet zo'n heel groot dorp, het is ook niet zo heel bekend. Maar daar hebben we al 25 plaatsen waar je maaltijden kunt afhalen of kunt nuttigen. Er zijn ook 18 winkels waar je ter plekke snoep kunt kopen of andere verleidingen die je meteen kunt eten. En dat zijn niet alleen maar de plekken die voor de hand liggen om te eten. Dat is niet alleen maar de supermarkt, maar dat is bijvoorbeeld ook het tuincentrum of de bouwmarkt. En we zien het ook op andere plekken die we eigenlijk helemaal niet met eten associëren, zoals bijvoorbeeld een bus. Op het moment dat je instapt, kun je daar een chocoladereep uit de automaat halen. Vanuit mijn veld, gezondheidscommunicatie en gedragsverandering, onderzoek ik hoe het voedselaanbod aanzet tot eten en hoe we met die kennis gezond gedrag zouden kunnen stimuleren. En gedrag veranderen is lastig, zeker als het gaat om leefstijl. Uit onderzoek blijkt ook dat van alle gedragsveranderingspogingen die wordt ingezet, de helft, of zo'n 45%, al na een maand is afgehaakt. Een gedrag veranderen is dus heel erg lastig. We willen wel, we proberen het allemaal, we zijn best gemotiveerd tot gezond leven, maar het lukt ons gewoon niet. En ik vind dat eigenlijk heel fascinerend. Wat gebeurt er nou? Waarom is gedrag veranderen nou zo moeilijk? En kunnen we iets bedenken waarop het makkelijker wordt? Als we dan weten dat die automatische piloot ervoor zorgt dat we toch al veelal onbewust en zonder na te denken handelen, is er dan wel ruimte voor gedragsbeïnvloeding? En als we blijkbaar steeds waar we zijn in de verleiding worden gebracht om het ongezonde te doen, is er dan wel ruimte om daar weerstand aan te bieden? Ik denk dat er beide het antwoord ja is. En ik hoop in dit college ook verder duidelijk te maken hoe dat zou kunnen werken. Om te beginnen met die automatische piloot. Als zoveel van ons gedrag onbewust tot stand komt, kunnen we dan juist niet die kennis gebruiken om gezond gedrag te stimuleren, om het gezonde wat makkelijker te maken. Een paar voorbeelden uit ons eigen onderzoek. Hoeveel we eten, dat hangt bijvoorbeeld af van hoe eten gepresenteerd wordt. Op het moment dat het echt recht voor onze neus staat, dan pakken we en dan blijven we dooreten zonder dat we het doorhebben. De schaal chips of die zak chips, als je hem eenmaal open hebt en je begint met eten, is het lastig te stoppen. Vanuit die kennis zouden we ook kunnen zeggen van nou, misschien als we dat eten dan net iets verder wegzetten, wordt het al wat makkelijker om er vanaf te blijven. Zo deden we experimenten in ons lab, waarbij we een schaaltje met wat lekkers 50 centimeter verder zetten. De 50 centimeter, nou, dat moet je denken, dat is een armlengte, dus dat is eigenlijk een heel klein verschil. Maar zo'n klein verschil zorgde er wel voor dat 40% minder mensen iets pakten van dat schaaltje. En dus een kleine aanpassing kan wel al een effect hebben op gedrag. Het is ook niet altijd alleen maar het gemak waarmee we eten. Het gaat ook om hoeveelheden. We eten met ons oog, meer dan met onze maag. We denken vaak wel dat we eten omdat we honger hebben en dat we vanzelf wel stoppen als we ons verzadigd voelen. Maar eigenlijk is dat een mechanisme wat vooral bij baby's nog heel erg goed werkt, maar wat al bij peuters verstoord is geraakt. Dat betekent dat we bijvoorbeeld eten omdat het een bepaalde tijd op de dag is. Simpelweg omdat er een bepaalde hoeveelheid op een bord ligt. En we dat als een richting geven over hoeveel we zouden moeten eten. Amerikaanse onderzoekers die hebben, vind ik, een fascinerend experiment gedaan om dat verder in kaart te brengen, om eigenlijk dat fenomeen aan te tonen. Ze deden een experiment met soepkommen. Deelnemers kwamen naar een laboratorium en die werden aan tafel gezet om soep te eten. De ene helft van die deelnemers die hadden een normale kom met soep, maar de andere hadden deze kom met soep. Er was een kom die was eigenlijk gemanipuleerd. Er zat een slangetje onder, was in de tafel weggewerkt, dus deelnemers wisten dat helemaal niet.
En door dat slangetje werd de soep steeds langzaamaan weer terug aangevuld. En heel langzaam, die deelnemers hadden dat ook niet door. En die bleven ook gewoon door eten. Wat bleek nou uit dat onderzoek was dat die deelnemers die soepkommen hadden, die langzaamaan werden aangevuld, dat die 73% meer aten dan de deelnemers die de normale soepkommen hadden. Dus dat is een enorm verschil. Niet alleen aten zij veel meer. Wat interessant was, was dat zij het gevoel hadden dat ze niet meer hadden gegeten. Dus toen aan de deelnemers werd gevraagd van hoeveel heb je nou ongeveer gehad, gaven zij dezelfde schattingen als die deelnemers in die andere groep. Ze voelden zich ook niet meer verzadigd. Dus dat geeft ook wel aan dat die interne signalen eigenlijk niet zo heel goed functioneren. Nou, vanuit die kennis dat we meer eten als het voor onze neus staat, als we meer geserveerd worden, zou je ook kunnen zeggen, dat kun je misschien gebruiken om dan groente- en fruitconsumptie wat makkelijker te maken. Dit soort technieken die ik nu heb beschreven met ofwel iets ongezonds net iets verder wegzetten of juist iets gezonds in grote hoeveelheden aanbieden, dat noemen we in gedragsveranderingstermen ook wel nudging. Nudging zijn technieken, interventietechnieken, die ervoor zorgen dat we juist dat automatische gedrag, dat onbewuste gedrag, ofwel afremmen ofwel uitbuiten. Er zijn voorbeelden van dat je bijvoorbeeld een chipje, met chips is dus een duidelijk voorbeeld, hè, als mensen beginnen met eten, dan gaan ze vaak ook door eten. Nou, door zo'n rood chipje, om de zoveel chipjes te doen, wordt er een soort van rem ingebouwd. Het is een kleine aanpassing en dat kan bijvoorbeeld helpen om dat automatisme te stoppen. De vraag is echter, van eten we nou alleen maar omdat het voor onze neus staat in grote hoeveelheden? Is dat de reden waarom we in deze huidige voedselomgeving gaan eten? Of is er misschien wel wat anders aan de hand? Ik denk dat er meer aan de hand is. Om ook weer een illustratie te geven van hoe wij dat onderzocht hebben. We deden een experiment in een bakkerij, was rond paastijd. Wat wij deden was eigenlijk niet zo heel veel, er stond gewoon een schaal met paaseitjes. En op de ene helft van die momenten was daar alleen die schaal met paaseitjes waar klanten gewoon van wat konden pakken. Op de andere helft van de tijdstippen stond er naast die schaal met paaseitjes een schaaltje waar wikkeltjes in zaten van die paaseitjes. Die wikkeltjes die suggereerden dat klanten die eerder daar waren geweest ook iets hadden gepakt. Dat het dus best wel oké was om een paaseitje uit die schaal te nemen. Op het moment dat die wikkeltjes daar waren, werd er tot 2 tot 3 keer zoveel van die eitjes gepakt dan wanneer die wikkeltjes er niet stonden. Waarom is dat interessant? Het is interessant omdat het eigenlijk laat zien dat het niet alleen gaat om het voedselaanbod. Want voor iedereen die in die zaak was, was het even makkelijk om zo'n paaseitje te pakken, want het stond toch voor het grijpen. Maar het gaat erom dat soms signalen in de omgeving kunnen aanzetten tot eten, omdat ze laten zien dat het geaccepteerd is, dat het normaal is om te eten. Daaruit kunnen we misschien wel uit de omgeving sociale normen afleiden. En dat onderzoeken we momenteel ook verder. Is het nou zo dat met al die aanpassingen, al die veranderingen die er in ons voedselaanbod en in de voedselomgeving zijn geweest, zijn daarmee niet ook onze ideeën verschoven over wat we normaal eetgedrag vinden of wat we gepast eetgedrag vinden? En misschien was het 20 jaar geleden wel ondenkbaar dat je in de bus chocolade zou kunnen eten. Maar het feit dat het er nu zelfs verkocht wordt, maakt dat het misschien ook normaal is om daar te gaan eten. En dat proberen we momenteel veel verder in kaart te brengen, want dat zijn pas eerste studies die we op dit terrein nu doen. Ik heb het tot nu toe vooral gehad over de invloed van omgeving. Wat doet de context met ons gedrag? Maar mensen hebben zelf ook een invloed op wat ze eten. Het is niet alleen maar dat automatisme. Wat kun je nou eigenlijk zelf doen in zo'n verleidelijke omgeving? Ongeveer de helft van de mensen, de helft van de Nederlanders, volwassen Nederlanders, heeft overgewicht. Dat is een enorm grote groep. Tegelijkertijd betekent het ook dat de andere helft dat niet is. Dat er dus nog steeds een heel groot deel van de samenleving prima in staat is om wel om te gaan met die verleidelijke omgeving. Dat maakt hen ook een interessante onderzoeksgroep. Want wat doen zij nou? Waarom lukt het hen wel om gezond te blijven in een omgeving die eigenlijk aanzet tot eten? Daar doen we onder andere onderzoek naar. We kijken naar hoe kunnen mensen, wat doen mensen om te navigeren in een omgeving vol met verleidingen. We doen dat op verschillende manieren. We ontwikkelen momenteel nieuwe manieren om echt te kijken naar navigatie. En dan bedoel ik ook echt navigatie in de zin van het woord. Hoe bewegen mensen zich door omgevingen? Bijvoorbeeld door een supermarkt. Waar staan ze stil? En wat brengt hen in verleiding? Maar we vragen ze ook gewoon direct van wat doe je nou zelf om gezond te eten? In een grote Europees onderzoek waaraan we hebben meegewerkt in 9 landen vroegen we het aan jongeren bijvoorbeeld. We vroegen aan hen van wat doe jij om gezond te eten? Die kwamen ook met heel veel trucs als het ware. Dus ze zeiden bijvoorbeeld dat ze
dat ze ervoor zorgden om niet te veel in de verleiding te komen. Dus jongeren gaven zelf aan dat ze, mochten ze in een supermarkt zijn, dat ze het gangpad met alle lekkernijen vermeden. Dat ze niet langs het gangpad met snoep gingen. Ze gaven ook aan dat ze bijvoorbeeld een flesje water meenemen als ze de stad ingaan, zodat ze niet dan in de stad nog eens energiedranken of frisdranken gaan kopen. Ook horen we terug vanuit de jongeren, maar ook bij volwassenen horen we dat, dat mensen strategieën, trucs gebruiken om niet te veel last te hebben van de verleiding. Dus op het moment dat er al een verleiding is, kan je ook nog steeds dingen doen om niet voor de bel te gaan. Uit ons onderzoek bleek bijvoorbeeld ook dat diegenen die veel van die strategieën gebruiken, gezonde eetpatronen hebben. Dus die eten meer groenten, meer fruit, minder snacks, minder frisdranken. En dat is wel, dat zijn correlationele studies, dus daar kunnen we niet al te veel conclusies aan verbinden. Maar wat we daar ook lieten zien is dat juist het gebruik van die strategieën ervoor zorgt dat je minder negatief beïnvloed wordt door de voedselomgeving. Dus jongeren die aangaven van ik kan thuis of op school, ik kan eigenlijk pakken wat ik wil als het gaat om frisdranken of om snoep of snacks, ongezonde tussendoortjes. Die hadden een minder ongezond eetpatroon, dus werden minder negatief beïnvloed op het moment dat ze die strategieën gebruiken. Dus het gebruik van dit soort trucs, gedragstrucs als het ware, helpt wel om te beschermen tegen al die verleidingen. De vraag is dan natuurlijk, van wat kunnen we dan doen om die zelfbeheersingsstrategieën aan te leren? En het liefst ook zo vroeg mogelijk, want op het moment dat we kinderen al kunnen aanleren zelfbeheersing op te brengen, kunnen ze daar profijt van hebben op een heleboel vlakken, niet alleen als het gaat over eten. We leven nou eenmaal in een wereld waar verleiding dus al zijn, of het dan gaat om alcohol of over voeding, en er wordt regelmatig een beroep gedaan op zelfbeheersing. Vaak denken we dan van, nou moeten we ervoor zorgen dat die verleiding beperkt blijft, haal de verleiding maar weg, dan heb je ook die zelfbeheersing niet nodig. En dat is natuurlijk deels ook waar. Op het moment dat je geen chips in huis hebt, dan kom je ook niet in de verleiding om die chips te gaan eten, want hij is er niet. Het is alleen niet realistisch om te verwachten dat er in geen enkele context meer verleidingen zullen zijn. Je kunt de school heel gezond maken, geen enkele verleiding, en dan gaan de jongeren vervolgens de school uit. Dan is er wel een snackbar of een supermarkt om de hoek waar het wel allemaal weer te koop is. En je kan je afvragen dat als je die zelfbeheersing nergens aanleert, of niet al op jonge leeftijd aanleert, of je dan niet juist veel lastiger hebt in die andere situaties. Wij onderzoeken dan ook misschien wel het tegenovergestelde idee van moet dan niet juist verleiding een essentieel onderdeel worden van zelfbeheersing training. Dus wat wij doen in onze studies, wij gaan bijvoorbeeld naar scholen en dan laten we kinderen rekensommen maken met snoepjes. Dat is misschien geheel niet wat je zou verwachten als het gaat over gezondheidscommunicatie. Maar wij laten kinderen rekenen met snoepjes maken en omdat ze met die snoepjes aan het rekenen zijn, associëren ze het minder met eten. Ze, op het moment dat ze die snoepjes zouden eten, kunnen ze ook hun sommen niet meer maken. Dus wat gebeurt er in zo'n situatie? Er is een verleiding, ze worden eraan blootgesteld, maar het is op een beschermde wijze. Ze gaan niet meteen voor de bel. Het werkt eigenlijk als een soort van vaccin. Er wordt een klein beetje van het ongezonde virus, als het ware, ingespoten, ingegeven. En daarmee veroorzaakt het automatisch weerstand. Je gaat vanzelf wel weerstand opbouwen. Onze eerste experimenten op die terrein, of nou gaat het om rekenen met snoepjes, maar we doen ook studies met knutselen met snoepjes, die laten goede resultaten zien op korte termijn. Die laten zien dat die zelfbeheersingsstrategieën, die trucjes, vaker worden gebruikt. Op dit moment weten we nog niet wat het op lange termijn doet. We willen niet dat het natuurlijk dat ze op school aan het rekenen zijn met snoep en dan vervolgens thuis die snoeppot meteen helemaal leeg eten. Daar is echt wel meer onderzoek voor nodig. Dat is iets waar wij graag aan verder werken. Om weer terug te gaan naar de hoofdvraag. Hoe voorkomen we nou dat jij vanavond weer een zak chips leeg eet? Er zijn eigenlijk twee antwoorden op. Aan de ene kant door aanpassingen in de omgeving te maken. Door ervoor te zorgen dat die automatische piloot voor jou eigenlijk het werk opknapt en je geen zelfbeheersing hoeft uit te oefenen. Ofwel door ervoor te zorgen dat je die zelfbeheersingsstrategieën aanleert. Door je die je daarbij kunnen helpen om te navigeren in een verleidelijke omgeving.